Landen uit de regio, inclusief Suriname, hebben zich gecommitteerd om gezamenlijke acties te ondernemen tegen de effecten van klimaatsverandering. Dit was de rode draad van de slotverklaring van de 8e topontmoeting van de Associatie van Caribische Staten, ACS, in Nicaragua afgelopen vrijdag. Het thema van deze topontmoeting was Uniting Efforts in the Caribbean to Address Climate Change. Op deze summit werd president Bouterse vertegenwoordigd door minister Ildis Polak-Begli van Buitenlandse Zaken. Zij heeft de noodzaak voor eenheid en samenwerking benadrukt ten einde de effecten van klimaatsverandering te kunnen tegengaan. Deze eendaagse summit werd voorgezeten door Daniel Ortega Saavedra, president van Nicaragua. Hij heeft in zijn toespraak onder andere gewezen op het sterk verband tussen klimaatverandering en de handhaving van vrede en veiligheid in de wereld. Ook intensivering van Zuid-Zuid partnerschappen, een sterk intra-regionaal transport, connectiviteitsbeleid en de betrokkenheid van jongeren in ontwikkelingsprojecten zijn zaken die door Suriname zijn aangehaald. En deze zijn essentieel voor het voortbestaan van de ACS als organisatie.